Welkom bij de Torenjacht, zullen we maar weer gewoon noemen, hè, Anne? Ja. We hebben vandaag een gast. We hebben Carlijn bij ons. En die komt even kijken hoe wij filmpjes bouwen. Je mag wat zeggen, hoor, als je daar zin in hebt. Oké. Daarom had ik je voorgesteld. Ah. Wij zijn onderweg naar dat rode markeertje daar. Dat is de toren. Wee, link vallen. Woehoe. Vallen, link, vallen. Vallen! Hoppa. Ik wou niet zeggen, alleen niet te ver. Want ik weet precies waar ik hem opvang, hoor. Dan gaan we hier bovenop staan en dan ga ik eens kijken waar we zijn. Bij de toren. Dus de Sahasra-weide. Je kan ook gewoon zeggen de Sahara, hoor, jongens. Ja, ik wou niet zeggen. Veel makkelijker. Dat zat ik ook aan te denken. Van waarom niet, niet de Sahara toren? We springen hier naar beneden. Ik denk dat ik weet waar we zijn. Is gewoon de Sahara toren. Waarom het gewoon op de Sahara toren? Nou, hier gaan wij aan iemand vragen wat we moeten doen. Hallo, ik ben een Rito. Ja, ik kom ook vanuit Victoria. En wat is het probleempje? Ja, niet openmaken. De deur gaat niet open. Ik weet wat we moeten doen. Ik zie hem. We zijn niet zielig, hè, Sarah? Nou, de bewuste grot. Oh, hallo Blurpy. Bevindt zich... Daaronder. Hier beneden. Hallo. We laten vruchten. Dit is de grot. Zoals je ziet hebben we een hele hoop... Ja. Stenen. En ik heb niks om mee te slopen. Coco. Oh, ik zit net. Dat weet ik niet. Ik geloof dat ik hem even los, Link. Link! Link! Nou, hij ging... Dat gekke kind ging klimmen, terwijl ik wilde dat hij ging lopen. Link. Zo. Wat heb ik hier allemaal in mijn inventaris zitten? Gaan we even deze steen aan mijn maak het gewoon allemaal kapot. Gewoon de boel slopen dus. Ja, de boel slopen. Ik ga iets van de toren af, dat is niet de bedoeling. Dat is ook iets. Ja, een wapen. Ik zou iets uitsteken, er zal wel iets zitten. Nou, deze heb ik al een stuk of 60 van. Oh ja, dat wist ik ook niet. Dat is een beetje overdrijven. Dus ik ga even een betere... Ja, hier is geen in. Rustig. Link. De truc is om het plafond duiken in de toren. Kijk, dan heb je hier een gaatje. Ja. Dat zie je doordat je precies onder de toren verschijnt. In het midden, ja. Kijk, even, altijd even rondkijken. Ja. Hé, daar zit nog wat achter. Nee, niet terugspoelen. Ultrahandling. Ah! Een kikker. Oh, dan moet je schieten, een kikker. Ja, in zijn hoofd, in zijn gezicht. Ah. Oké.
wat dat allemaal doet, kom ik in een ander filmpje over Zelda fans. Maar... Buiten. Juist. Nou, je loopt terug door het gat hierheen, want anders kom je verkeerd uit. En je pakt plafondduiken. Oké. Druk je op. Vindt Coco ook. Coco. En je komt aan de binnenkant van de toren uit. Coco, deel nou niet zo je mening. Dan zie je twee lange stokken staan. Nou, die pak je met... Die kun je oppakken of met ultrahand pakken en dan hop. En hop. En je opent de deur voor de Rito. Dag meneer de Rito, hoe is het met jou? Hé, hey, Anne, weet je wat hij zegt? Ajimene? De deur is open. Ajimene? Hoe Lucky de Lamp? Ja. Lucky, niet mee bemoeien. Hij zegt het, niet jij. Ja, dat vind ik ook. Hij gaat nu de toren voor je maken. Ik wil de tempel zeggen. Foei, foei. Ja. Foei, foei, Jane. Foei, foei. Fit Salomon. Jullie gerommel horen, André is heel druk bezig met het opruimen van de salontafel. Ja. En ander gerommel... De buren zijn druk aan het klussen. Ja. De buren zijn aan het klussen en er is een klapje onweer in de lucht. Gerommel zat. Nou, dan gaan we de toren weer activeren. Dat is hier nu al gedaan, maar we gaan de kaart even uitbreiden. Nog steeds niet schrikken van de tentakels van de wachters. Die doen je niks meer. Oh. Kijk gerust rond alvast voor tempels en markeerpunten. En hoppakee, de kaart is uitgebreid. En het hemelrijk gedeelte is uitgebreid. En opgeslagen. Ja. Nou, nu gaat Link weer naar beneden. We gaan weer even vliegen. Wieee. Zo. Sorry Link, maar ik wil die even opvangen. Haak zin aan. Hoppakee. Ja, anders valt hij zo hard. En ik wil eventjes op een hoger punt gaan staan. Dat is ook een tip die ik aan jullie geef, Zelda fans. Om goed de omgeving te kunnen zien. Kijk, daar zit een hieroglyf. Wat dat inhoudt, vertel ik jullie in een ander filmpje. Daar zit iets. Op de grond kun je goed kijken. Kijk, daar zit ook zo'n hieroglyf. Nou, dat zijn blauw en... Nee, we kijken welke kleur. Blauw en rood. Nou, dan zet ik rood, zet ik een ander tekentje op. Nou, blauw, kom op. Op blauw zet ik een ander tekentje. Hoi. Knollert nog niet! Echt waar, die Knollert, die is altijd zo verkeerd met zijn bye-bye. Hoi, hoi. Knollert! Oh, nou ja. Dan gaan we maar afscheid nemen, want anders gaat het ook niet meer goed komen met Knollert. Ik teleporteer even naar de toren en dan nemen we afscheid van jullie. Hoi, hoi. Knollert!
Dennis. Op z'n knollert. Hoi, hoi. Ja. Bye, bye.